mensen, welkom bij weer een goed nieuwe aflevering van de Futraf Challenge. En vandaag gaan we spelen voor de linker center back. Ja? Ja. Dit is een belangrijke ding voor mij, want ik moet deze winnen. Oh, nou, je hoeft hem niet te winnen, je moet gewoon een keer iets hoogs hebben. Ja, ik moet even winnen is lastig, hè? Winnen blijft lastig. Ja. Maar weet je, Koen, hè? Eén geluk voor jou, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Ja, daarom. Dus dan valt het allemaal wel mee. Ik zit al in de draft en we gaan gewoon snel beginnen. We vragen jullie om zeker even een blauw duimpje omhoog te doen. Alleen maar liefde. Welke opstelling moet ik kiezen? 3. Dat is 4-1-4-1. Zou ooit iemand die opstelling hebben gebruikt in FUT zelf? Ik denk niet, hè? Ja, ik kan me niet voorstellen. Nou, oké, gaan we voor de opstelling 1. 4-2-3-1 breed. Dus dat is wel nog met links en rechts midden. Dat is wel nog een lekker man. Lekker man. En op rechts of op links midden hebben we dan 97 Ronaldo. En dat is prima. Maar dat is al niks ook, heb ik gehoord. Ja, want je hebt ook een Braca van Caché. En een Planga van Balmain, toch? Zo gaat het liefst. Planga door. Van Balmain. Ja, ja, precies. Okay. Even kijken hoor. Ja, dit is Zaaf. Oh, dat is minder. Ik ga een risicootje nemen. Ik ga voor de bruine info. Jij bent hartstikke gek. Ik ga voor het BPL-teampje. Oké, dan durf je. Nou, zeg maar een nummertje voor mij. Nummer 2. Ja, dat is geen BPL keeper. Ga over nummer 1. Dat is een Calcio A keeper, Reina. Ik had ook Neuer, 98. Niet dat ik daar wel aan had gehad, maar ja. Dat toch jammer niet. Man! Hé, hey, ik heb Silvers, maar grap. 5. 5. 5 is een shoe. Ah, nee. Doe jij maar nummer 2. Valencia, dat is BPL. Lekker, meenemen! Meenemen. Jij mag het eerst zeggen. 3. Ja! 95 piqué! Kom maar! Volgens mij heb je die ooit gepakt. Fuck you. 2. Sanja, hoppa, BPL! Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat goed. Meteen op nummer 1 erachteraan. Yes, en Zonzi, die is Frans. BPL. Dan gaan we voor nummer 5. Luis Gustavo, yes! Ook waardeloos. Lach hem in de huid? Ja. Oké, 5. Mirallas, BPL en Belgisch. Hoe kan dit nou? Yes. Zeg hem maar. 4. Pjanic, yes. Oké, en ik? 2. Ja, Firmino. Maat, what the fuck? Hij zat tussen voor mij 95 Messi en 95 Neymar in, maar het is wel BPL. Jongen, gast, jij hebt gewoon zeg maar nu al 110 geweest. Klopt. Oké. Okay. Ja, echt. Oké, okay, gaan we voor nummer 3. Politano, yes. Serie A weer, yes. En ik? 2. Sanchez! Yeah! Ah, kut. Yes. Oké, okay, nou gaan we scrollen. Nee, ik moet nog een nummer. Oh, 4. Gabi, prima. Ik ga niet zo cool doen als jij, maar ik zeg gewoon prima. Ik doe mijn ogen dicht. Stop. Top raak je, hij zat toch in BPL, zo. Oké, stop. Infon Quaresma, iedereen was 75 rated en hij is 85, dat zat volgens mij ook een 76, maar boeien jullie snappen het. Stop. Di Maria, stop. Lukaku, 89, ja, ik heb die verzaam. Is wel BPL, yes, stop. Pabon, ja, dit is jammer. Pardon. Ga ik niet over liegen, we willen wat verdienen. Nou, ik ver... Jij bent. Stop. Cassia. Ah, is toch weer Santander, toch? Ja, prima. Oké. Okay. Ja, die is scammerd. Ja, is prima. Stop. Hier is iets, dat is ook kut. Ja, maar... stop. Ja, dit maakt natuurlijk. Elisieux. Ja, dat is jouw laatste, toch? Ja. Stop dan maar. Taiwo. Oké, nu ben ik weer. Zeg maar. Stop. Here comes the money. Oké, en nou moet ik gewoon BPL spelers. Oké, okay, ik moet Spaanse of hier iemand van... Ja, of Serie A, dat kan ook wel, hè. Ja, wat is dit lekker, zeg. Lukaku, lekker. Lukaku, fish bit. BPL! Ja, oh, legend! Echt? Legend! Serie A! Team of the Year, Dani Alves. Lekker. Wat gaan wij? Nou, dit is perfect. Ik ga ook 110 race halen. Ja. Ik heb denk ik nog nooit zo makkelijk 110 race gehaald. Oh, ook nog 89 Bonucci. Dan hebben we. Ja, ik ga het ook wel. Ik ga het ook wel halen, denk ik. Oh, dan moet ik hier wel even oppassen. Want hier heb ik natuurlijk. Ik heb nog geen linkback.
Ik ben genaaid. Kut. Hé, hey, hoe kun jij nou genaaid zijn? Ja, met mijn keeper. Nou ja. Ja, dat is wel fucked up, want die geeft wel best veel teamgeest. Ja. Spits hier nog even een goeie. Ik moet een goede spits hebben, die past. Een goede spits die past. Een goede spits die... ik heb geen goede spits die past. Ja, ik ben echt heel hard genaaid gewoon. Echt in mijn reet gewoon, weet je wel. Oeh, ja. Die voel je altijd nog wel even na. Ja, ja, dat is kut. Helemaal fucked up dat ik geen linksback heb. En geen spits. Oh mijn god, je gaat ook niet zeggen dat ik het verneukt heb, hè? Ik heb het wel verneukt. En niet zo'n beetje ook. Ik heb het echt goed verneukt ook gewoon. Ja? Hoe kun jij nou verneukt... Hoe kun jij nou verneukt hebben? Ja, die keeper. Ik ga de 100 team geest eigenlijk niet halen, man. Ik ook niet. Ja, als jij het niet gehaald hebt, is het echt een drama. Ik heb nog een soort van halve hybrid. Ik heb 2 CM's op CVM. Dat scheelt me ook op het team geest. Oh, nee, dat meen je niet. Dit is wel mooi. Al mijn coaches geven 0 chemistry. Ik ga nog één ding proberen. Huh? Ik pak nu de verkeerde coach. Ik pak de verkeerde coach. Kut. Ik had gewoon een team geest meer kunnen hebben als ik de goede coach had gepakt. Oké, laten we hopen dat dit nog te fixen is. Haha, karma. Ik heb het opgefuckt. Ik had gewoon een team geest meer kunnen hebben. Ja, oké. Ik heb het wel prima, man. Ik ben tevreden, maar het had beter gekund. Laat het zo zeggen. Heb je al gezegd welke rating je hebt? Ja, al 5 keer. Heb ik niet gehoord. Ben ik nou aan het slapen? Hoeveel rating heb je? Ik heb wel weer een leuke. Ik heb wel weer een dure speler die ik heb toegevoegd. Ja, zij de gast! Ik hou nog even spannend voor je. Nou, ik ga nou ook niks meer zeggen nu. Oh? Oh? Ja, als jij zo gaat doen, ga ik ook zo doen. Oh, mijn speler is 50k. Oké, hoeveel beoordeling heb je? 84. Ik heb 88. Hoe dan? Ja, ik heb 2 Team of the Years. Ik heb 97 Ronaldo. Oké. Ja, en hoeveel teamgeest? 98. Ik 97. Ik heb een 86 rated, man. Ik 81. Jezus. Ja, ik ga info om David Luiz pakken. 85k. Hoe is Obonna? Laat Obonna alsjeblieft 81 zijn. Maar niet blij mee, want bij 87... 80, kut! Kijk, Baines haalt nu sowieso geen volle teamgeest. Dat is al een ding wat zeker is. Is dat, bedoel je daarmee? David, Louis! Ja, ik heb geen goeie, maar ja, ik moet soms gewoon gaan voor die chemistry. En dat is ook nu wat ik ga doen. Aan story. Ja, hij is echt heel slecht. Ja, maar echt. Hij is echt heel erg slecht. Dat is heel slecht. Ja, ik kan nu al geen full camera halen voor mij, maar... Ja, ik hou het volgens mij ook niet meer, hoor. Dus... Oké, okay, in ieder geval... In ieder geval niet alle spelers. Even kijken. Ik ben er wel blij mee. Infon David Luiz, dikke prima. Ik zou zeggen arrivederci, tot de volgende keer. En kijk ook de video's op het kanaal van Kuhn. Dank u. En wil je nou FIFA 18 kopen? Kuhn van East. En je hebt het nog steeds niet gedaan? Ja. Er staat een linkje in de beschrijving. Nou, ik wil te goed. Kom daar, maak je kans op te goed. Ja. Te echt te goed gewoon. Je kan dus echt gewoon €250 winnen als je gewoon een spel koopt ter waarde van 6 of 70 euro. In ieder geval bedankt voor het kijken. Doei. Doei. Doei.